20 minuten wandelen. Chris, ik denk je gaat het goed, moeten we als Zweeds niet filmen? Ja, dat moet ik doen. Je hebt dat goed gedaan, hè? Dank u, hè. Pak ik maar een salade al snel, ja. Zie je dat niet blaren dat je pakt dit in plaats van een blanche? Nee? Zelfs die weg dat erin komt, hè? Oh, die komt er zijn benen op, hè. Ja, zeg, ja, nee, ze zit aan, hè. Ja? Met de gietjes. Zeg nu op Facebook, hè, man? Nee, nee. Ja, we mag niet op Facebook zitten, hè, met een kloon van man, hè. Is dat tonijn? Amai, moederke. Nee, brood. Ah, brood is dat. Dank u. Amai, mooi. Dank u. De radius niet zo. Ja. Mooi. In Nederland is het niet zo. Smakelijk. Ja, smakelijk allemaal. Smakelijk. De kleinste notabaar. Ga ze een deugen niet gaan. Dat weet ik ook niet. Wel waar. Ah, Floor, en wat gaan we doen met de crisis de komende 5 jaar? Eerst testen. Zeg, juist stop. Hallo micro, hallo micro, hallo micro. Test micro. Test. De weversingel. Dit gaat vanuit hier naartoe. Een infrastructuurstukje in elkaar. Ja, ik weet het. Ik heb maar hier een zak. Ik vaar hem niet aan de kant, maar ik zit hier al zo lang. Ja, dat is een zak aan de verkeerde kant. Dat zijn mijn pampers. Zal hem eens op een gevoelige film vastleggen? Dat kan. Ja, dat is het. Dat hangt rechts. Aan de verkeerde kant. Dat moet altijd er wel wat, hè? Ja, natuurlijk. Nog zo maar op Facebook. Ja. En dan zakken in evenwicht? Hm? Ja, zeg, als, hoe zakken in evenwicht? In dat gewicht hangt hier. Maar ik heb er gehoord van. Als ik ben dan uit de kant altijd. Dan ga ik niet eens vragen. Dan werk ik er twee bij hem, hè? Twee in evenwicht hangen. Dan moet ik hier niet eens. Dat is tegen mijn hand, volgens mij. Ja, niet zwier daar, hè? Dan hebben we de ritten gehoord, hè? Het wapen toen 60 kilometer, maar dat was maar 40. Oh, dan met deze werveling is 60 van boven, denk ik. Ik heb eigenlijk gevraagd echt. De lust 20 moet in de zon doen, vind ik. Ja, en zien we die brouwen. Heb je bij de goede dat de straat dan eerst en dan trinkt dat dat gewoon eens horen dan. Zie je aan het filmen met geloof? Ja. Wil de rood afzetten? Ah. Betaal een beetje aanpassen. Een beetje de petaal letten. Mirjam? 26,6. 27,5. Ja, volgens mij de... Dan is dat onderkoeld? Nee. Ah, het komt door de Tsjechos. Ah. Ja, nee. Zeg, hoe moet je bieden? En toen ging ik in Zeiss, mijn verjaardag, te wonen. Toen was ik 7 of 8 geworden, denk ik. Ja, ik heb ook een actie in Wildhout gehad, aan de Zuid. En toen gingen we met de Selfrieten in Zeiss naar de film. En toen waren we de verkeerde zaal binnengelopen. En weet heel goed wat een film die heette Fonk het was. Nee, dat was echt een. Je hebt nog mijn t-shirt aan op het beloofde kanaal. Ik zeg 7 jaar, dat mensen ook werden. En een comedy show dat film vonden. Dat was echt een teken dan op zijn eigen hoofd. Nou, wat is het? Wat leg je dan aan vast? Wel lastig, hè? Op een chipje. Paprika? Paprika chipje. Klein vast op een paprika. Ja. Dat is niet wat groter als snijden. Ja, dat is niet wat groter. Chris, bonen. Bonen? Nee. Dan gaan we morgen brubbels maken in het water. Ja, het zijn wel brubbels. Ik heb het uitsteken. Niet te hard. Ja. Ik denk dat het best op de rol is. Ja, zie. Ja. Is
deur vlot gegaan. Ja. Mijn reizenkast is uit. Ja, is het mogelijk mijn neus te krijgen? Ja, zeker. Komt u thuis ook of alleen mijn neus? Ik ben alleen mijn neus. En komt thuis ook. Dank u. Nou, dat is de volgende. Dank u. Ze waren vroeger open en het vervoer zo in de middeleeuwen, dat ging over water. Want de wegen, dat was allemaal hobbel-hobbel, dat reed niet prettig. Bovendien hadden wij een open verbinding met de Zuiderzee. Dus het was vele malen aantrekkelijker om goederen en grondstoffen aan te voeren over water. U ziet hier aan de linkerkant zo'n nis. En zometeen een klein stukje verderop ziet u er aan de rechterkant nog heen. Daar konden de bootjes invaren en op die manier konden ze de kelders bereiken van de winkels die hierboven lagen. Veel groen opgeofferd werd voor huizenbouw. Dat betekent ook dat de vlinderpopulatie heel erg terugliep. Dus op een gegeven moment is er een actie gewacht op. En u zult zometeen aan de rechterkant in de kadermuren zult u afbeeldingen tegenkomen van grijssteen. Ze zijn gemaakt door een Amersfoortse kunstenaar, door Tom Mooi. En ik weet niet of u het ziet. Ik heb een oor in de hier komt mij ziet u Monnikendam. Monnikendam is de waterpoort in die tweede ommuring. En u ziet er ook weer de bogen die we ook al bij de eerste ommuring zagen. Ook weer de plek waar de verdediging gevoerd werd. Er zit overigens nu een restaurantje in. En als we er zo doorvaren, dan ziet u daar een gleuf aan de onderkant. En daar heeft vroeger een traliehek gezeten. Toen de verdediging daar gevoerd werd, kwamen de ongenode gasten op 's avonds. Het is een toren die rond 1500 gereed was. En die eigenlijk op een hele bijzondere manier tot stand gekomen is. Want zo rond 1400-1500 was Amersfoort een klein arm provinciestadje. Maar er gebeurde iets. In 1440. En dan wat pontjes gewilderd. Beetje mat glas. Ja? Moet je er eentje laten houden? Ja. Ja, dat is de bedoeling, hè? Heb je een kabelhompje en de vrouw? Heb je een kabelhompje en een diepvries? Dat is te koud, nee. Ja, in Vlaanderen is het niet gevoelig. Maar niet kijken? Oh! Op die fietsbak kun je fiets meenemen en dan kun je toch fietsen. Ja, je kunt het ook wel de zon doen. Want de computer kun je het wel opzetten. En dan kun je terug gaan zeggen, je kan die fietsbak gewoon opzetten. Maar als je heen en terug gaat, dan zie je wel helemaal achterop. Die zijn allemaal opnieuw.